Ramadan is begonnen. Een maand van overdag vasten voor moslims, maar ook een maand van liefdadigheid. Met familie, maar bijvoorbeeld ook met asielzoekers die naar Nederland zijn gekomen en weinig te besteden hebben. De Ramadan, dat is voor moslims vasten. Maar het is veel meer dan dat. Het is een familiefeest. Het is delen, omkijken naar elkaar. Dat is wat ze hier in Rotterdam doen. Ja, ik doe er nu olijven in. Dus dat zijn dingen die mensen ook vaak uit het land van herkomst eten. Net als dadels en andere producten die we hier hebben. Ze maken hier voedselpakketten, 1150 stuks. Bestemd voor asielzoekerscentra in de regio. Aandacht maakt alles mooier. Het is een kleinigheidje wat vanuit ons naar hun toe gaat. En ze voelen zich dan ook gezien, gehoord, gewaardeerd. En mensen worden daar blij van. Een kleinigheid misschien, maar wie weinig heeft, kan alles gebruiken. We have also Ramadan package for you. So here you go. Thank you so much. Ramadan Barak. 21 pakketten gaan naar dit asielzoekerscentrum in Schavendeel. Want ook hier merken ze dat alles duurder wordt. Governments like gives refugees a little budget to get a food, but of course not like enough. I'm not profiting to buy Turkish foods and Turkish stuffs because of high price. Ja. Een welkom voedselpakket dus voor vanavond na zonsondergang. Ramadan Barak, Ramadan Kareem. Allah maak.